En vanuit goedemiddag, dit is nog altijd DTV vanuit locatie. Nu zitten we lekker bij Chillers. En vanuit deze plaats zullen wij dus dan een gesprek voeren met de politicus Melvin Boven van de NDP over de actuele politieke situatie in ons land. Er gebeuren heel wat zaken en deze mensen zijn van het veld, zijn van de politiek en zij kunnen dus dan antwoord geven op heel wat vragen. Meneer Melvin Boven, welkom in onze uitzending. Om direct met de deur in huis te vallen, hoe kijkt u naar de politieke situatie nu in Suriname? Nou, natuurlijk, Otak is bezorgd. Het is niet wat we willen, niet wat we verwachten, niet wat we hopen. In feite, de politieke situatie is verziekt. Zelfs zieker dan ik me nu voel, want een soort griepen heersen ook de nonode. Die pijnen en hoofdpijnen van overal geven, dat is precies vergeleken met de situatie nu. Je ziet de eenheid binnen de coalitie en binnen de regering is niet eens zoek, het is gewoon vergruisd. Het vertrouwen is totaal op een dieptepunt, het wantrouwen is daarmee ook vanuit die samenleving ook daar tegenover bewezen. De samenleving is er even nageloof morgen in een president, in een regering. En je ziet dat terwijl er allerlei zaken worden geslingerd naar elkaar en heel concreet met de Gatori, VP, tweede hoogste man van het land, heeft bevestigd dat er bezorgdheid is met betrekking tot FASFA, het Openbaar Ministerie in Rokko, FASFA, de Veiligheidsdienst voor president in Rokko, dat hij zelf contra-inlichting heeft dat hij wordt gevolgd en dat kan mij wat met mij betreft een worst wezen, want dat had hij al vanaf 8 juli moeten weten. Maar als hij dat bevestigt, ter opzichte van wat wij al eerder vaker hebben gezegd, van Luko, het Openbaar Ministerie onder de huidige leiding zeker heeft ernstige vraagpunten ten aanzien van AFASFA de mij benaderen een aantal zaken. Er is sprake van politieke vervolging, zeiden we al vanaf de kwestie Hoefdraad. Dat gaat er ook toe in een kader voor Masra Ashwin Adin, waar het gaat om een tafel, een stoel, een tv en een camera lens die aan de orde is, terwijl mensen die op verschillende momenten miljoenen van het land hebben verduisterd. Ik verwijs naar de kwestie financiën. Ik verwijs naar de kwestie HPSG en surfen met allerlei pogingen van witwas. Ik verwijs naar de kwesties op de haven. Ik verwijs naar drugssmokkel in grote getalen. Ik verwijs naar de kwestie van CDS die ik zelf heb aangekaart, waarbij er geld zou moeten worden vrijgemaakt voor bedrijven dat niet bestaan. Dus hoe kun je nog een aantal in de rij noemen? Nooit OM reageert. Dus de VP die zegt nu van luister naar een hertor voor Bordeaux en ook dat kan men een worst wezen, maar kijk wat hij zegt. AOM, aangestuurd door AJIT-team naar een president, wat ik eerder ook heb besproken in DNA, er is toch vraagstuk D. En die president luistert. Die VP probeert zogenaamd zijn spierballen te laten zien met spierballentaal van ja, ik vond een poer lenskeer, dan sorry, dit, dat. En de president luistert, dan gaat gewoon vrolijk weg. Ja. Het volk en die samenleving daar gelaten. En is de mitakje toen naar DNA. Het maakt mij wat uit als ze met de haar in elkaar willen zoenen of vechten. Dat naar de zaak. Wat voor mij belangrijk is als parlementariër, die dagelijks met mensen in contact is. Van wat doe je voor mijn mensen in het land? Wat doe je voor die gezondheidszorg? Wat doe je voor het personeel van RGD? Wat doe je voor de reisboeren in Ikeri? Wat doe je voor mijn kinderen die naar school moeten gaan en vaak nog niet eens een broodje op tafel kunnen hebben? Wat doe je aan de koers en de prijs in de winkel? Dat nu was sapsa. En men negeert die ernstige signalen. En de president gaat weg. En de vicepresident, die staat volgens mij gewoon te kijken. Ja. Morgen zullen wij een dieptepunt bereiken, zeg ik hoor. De mensen, de gehandicapten, de mensen met een beperking komen morgen op straat om te protesteren omdat ze vinden dat ze niet goed behandeld worden door de regering.
En dat is een dieptepunt als je me dat vraagt. Dat die mensen met hun rolstoelen, mensen die doof zijn, die kunnen zien en allerlei dingen op straat moeten komen. Ja. Dat heb je niet geraakt. Dat heb ik ook niet echt ooit gezien. Laat maar zeggen, het was nooit geweldig voor deze groep. Maar er is wel, zeker in de periode achterhand, toch wel veel gedaan om het zo goed mogelijk voor de groep te maken. Ik verwijs naar momenten waar president Bouter zichzelf heeft ondersteund met een voertuig en andere equipment voor deze doelgroep. Zeker de stichting Waokasi. Ik verwijs naar wat wij zelf vanuit het parlement hebben gedaan, de vereniging van parlementariërs voor kinderen en jongeren, waar ik een van de oprichters van ben. En die naar bestuur aan mevrouw Simons, meneer Breeveld. We ondersteunen een groep en zo kunnen we nog een aantal dingen noemen vanuit sociale zaken. Dus nooit dan perfect. Maar je ziet ook wel een beetje moeite bij Mickey. Maar wat wij nu zien, it seems like they don't care. Look, meteen meneer Harderwijk, want de eerste uitspraak Sammy doet, met name de fractie van de VHP, enkele exponenten hebben me daarvoor kwalijk genomen, maar het tegendeel is niet bewezen, is dat deze regering de meest asociale regering is van de afgelopen tijd. Eigenlijk kun je dat nu wel onder een hele duidelijke verzameling brengen van het is gewoon de slechtste regering die we ooit hebben gekend van de afgelopen jaar, van de afgelopen tijd. Omdat die regering in feite gewoon geen touch heeft met die samenleving. En ook geen touch met deze doelgroep, waardoor je zorgelijk genoeg je dit krijgt van de mensen met een beperking die een signaal gaan geven. En ik ga daar zijn in DNA en ik ga ze natuurlijk voor zover de ruimte bestaat ook ontvangen en aanhoren. Ja. Omdat het menens is na een groep die ze, het is niet prettig om alles te kunnen doen in het leven. Je kan zien, je kan horen, je kan lopen, je kan eten, je kan drinken, je kan naar het werk gaan en voor jezelf zorgen. In de redelijke zin is erg genoeg. Maar laat staan if you beperkt in een pistool dat die, weet je, beperkt zien, beperkt horen, beperkt voor jezelf kunnen zorgen. Maakt het nog moeilijker, dat betekent je moet specifieke aandacht geven aan de doelgroep. Dus kook je er maar aandacht dat je naast morgen een actie op touw zetten, vind ik het goed om dat signaal te geven. Okay. Om terug te komen op dat van de regering, het beleid en de saamhorigheid binnen de regering, de coalitie. Bij Sanderij heeft de president dus dan ook natuurlijk een gesprek gehad met de vicepresident. En men heeft aangegeven dat zaken weer in orde zijn. Dus trobino de jugujuguno de morwa eenheid de en ze gaan zo verder. Schept dat een beetje hoop? Ik vraag het omdat, kijk, we hebben het eerst gehad dat meneer Brunswijk bij RVM heel wat zaken heeft gezegd. De dag daarop is er een gesprek gekomen van City. Baka today, na voor jaar per tjelu hoor, van tak baka, no Afan City baka. Weet je, dus je vraagt je af, wat moeten we wel meenemen? Nee, ik vind dat grappig, omdat dat natuurlijk niet geloofwaardig is. Lekfaitaki, we hebben de eerste episode gehad bij de persconferentie. En daarna is er, je moet goed de zaak analyseren en volgen, is er een verklaring gekomen vanuit het kabinet van de president. Van de functionaris daar die met één been binnen en een andere been buiten staat. Dus je vraagt je ook af wat voor waarde moet je daaraan hechten. Commissionaris? Meneer Linsky? Nee, meneer Roosevelt toch? Volgens de VP is Linsky met één been binnen en ander been buiten. Maar ik heb tot nu toe nog geen aanwijzing om dat te geloven. Ik denk dat meneer Brunswijk dat nog zal moeten meemaken. Maar meneer Roosevelt heeft in feite zijn positie staat op losse schroeven dan. Kom je nu uit, hoe serieus moeten we dat nemen? 1, 2, wat hij ook zegt, is dat alle plooien glad zijn gestreken, mooi babbel. En de woordvoerder van de VP zegt, het gaat niet zo snel, ja. We zijn nog lang niet eruit. En je zou hem eerder geloven om daarna te gaan zien dat in feite de TAPA-vergadering voor PLVP haal uit moro trang en moro scherp. Comité-president, comité veiligheidsadviseur Linsgeer, dat hij zelf heeft gezegd van luister naar Van Abab heb je geen draagvlak meer. En in feite ga ik eisen dat je vertrekt. Ik zeg nogmaals, dit is geen
Dit is in feite de oorzaak dat we nog sukkelen in een land waar we geen uitzicht hebben waar we naartoe gaan. Omdat er geen leiderschap en management is. Een president en een VP moeten zich bezighouden met een ernstig vraagstuk van Conrad ook. Moet praten met functionele groepen in die samenleving van wat en hoe verder toch. Hoe ga je ondersteunen? Wat gaan we doen? Kijk, het herstelplan van de regering lopen voor een paar weken inderdaad af. Heb je ze daarover horen praten? Nee, toch? Ze praten over allerlei andere dingen. Er is ook bitter weinig gedaan. Er is bijna 0,0 ervan gedaan. Dus, amoro biggie vraagstuk naar leiderschap, naar management. Maar het zijn de leiders die het Surinaams volk heeft gekozen. En alle respect daarvoor. We zijn gevallen. En met wat bedoel ik de verzameling van... een deel van die Surinaamse samenleving voor allerlei beloftes en allerlei toezeggingen en allerlei mooie praatjes. Men heeft zich gekeerd tegen de NDP die ook zijn dingetjes heeft gehad, maar toch wel alleen heeft uitgezet, maar heeft zich gekeerd op basis van een heleboel leugens en allerlei beschuldigingen. En veel mensen hebben daar nu spijt van, maar is waarvoor er is gekozen. Dus als dit het leiderschap is, en management dat men tentoon wil stellen, hoe zit het onder, dan ga ik jammer genoeg zeggen dat we boigo en dan gaan kijken of we go crash. En je hoopt het niet, want minister en man, laat dat goed voorop stellen. Maar het is niet hoopgevend. Het is absoluut niet hoopgevend. Het lijkt alsof de president de klutse taal kwijt is. Als president in een crisis, heb je nog tijd om allerlei lintjes te gaan knippen bij een bibliotheek dat wordt geopend in Kamerwijnen? Of lintjes te gaan knippen bij heropening van weet ik veel wat in... Je houdt het voor onmogelijk. En ik denk dat die hele strijd ook tussen de president en de vicepresident, is de VHP en de ABAP, die coalitie is uit elkaar, want die PL hangt naar ABAP en zegt van ja, ABAP nodig, dan moet je dat ook toe. Die NPS weet niet wat ze moeten doen, gaan we door of blijven, wat mij betreft kunnen ze blijven, dan zullen ze natuurlijk die verantwoordelijkheid meedragen. Maar nou richting naar een koers naar dit. En dat is waar een heleboel mensen hoop verliezen. Maar Colibas en zo, gisteren zei iemand in een uitzending, ja dat is voor de NDP, kijk, wij maken ons op dat moment druk als het gaat om Suriname. Maar als het gaat om de verkiezingen, is er nu geen vraagstuk dat ja, wat mij betreft, allemaal het voorop stellen. Mijn verkiezing kon Tamara of Tratamara, want dat was soort ding. Nee, wij hebben een rol voor zorgen dat ik ook in kon en zeg maar wat de visie is, zeg maar wat het beleid is. Is gewoon 0,0. Niemand heeft iets goeds te zeggen, zelf VHP'ers niet. Want nu staat de VHP alleen als ABAP zijn hands off, PA zijn hands off. Een VP komt daar op een podium, dat wel voor een microfoon zeggen. Ja, er wordt gezegd, brandstof voor de goudsector zal apart worden verrekend, worden van gelijke strekking. Maar ik ben niet eens, want de sector gaat doodbloeden. En de president zegt het tegenovergestelde. De president zou haar benzine verhogen en de vicepresident zegt, ik ben het daarover niet eens. Vergelijk gewoon diezelfde situatie in New Egi Oso. Mama zegt A en papa zegt B. En wij als kinderen vragen ons af. Wij als kinderen vragen ons af, wat is het nou precies? Dat je broeia toch? Ja. Dus hoe langer we dit zullen accepteren, hoe meer het van zal komen. Maar dit is voorspelbaar geweest dat we te maken hebben met een regering die de kluts totaal kwijt is. Ja, en dan kijken we naar het ministerie van Financiën in zo'n moeilijke tijd. You know, het land is in crisis. Dan heb je dus dan echt een minister van Financiën nodig. We zijn al een tijdje bezig met dit, met namen en zo. Weet je, al die dingen. Maar er komt geen minister. Ik hoor niet de naam van minister Ragubarsin. Nee, kijk. En kom je beantwoorden voor dat is voorzitter. Waarom ik geef me een verwijt met welke connotatie dat ook. Ja, dat ik naar mijn schuld, dat minister voor Financiën hangen.
dat is zijn zaak natuurlijk geweest en zijn keuze heeft een aantal zaken gedaan waaraan veel vragen kleefden en daar moet je consequenties aan verbinden. Ik geloof niet in het persoonlijk verhaal, dat is maar een maar er heeft een heleboel meer gespeeld en dat geloof je nu nog meer wanneer er nu na 3 maanden bijkans niet eens 1 van de 15 of bijna 20 die de president nu heeft gesproken is opgestaan en heeft gezegd ja ik kan en ik wil. Dat geeft wel wat aan. Ja. Dat betekent dat ik van mezelf een elftal voor een week in een stel op zo. Ik heb de president bij de afgelopen algemene politieke beschouwing gezegd. President. Je moet kijken je team, je coach moet kijken je team. Zo maar enkel brokken, zo maar kindie faya, moet je verwisselen. En als speler voor jou, als invaller voor jou, tap financiën, moet je dan wat trang als speler. Gewoon voetbal vertaald. Mek een president verstaan nou ernstig door. Je kan niet in een economische, financieel-economische crisis zitten. Na alles aan voedorossé zogenaamd en allerlei IMF-achtige dingen. Dan, of je moet even zeggen. Koerse kring voor 2021, gaan nu 30-31, dat in een beleid sa minister deze man koers aan. Dus je moet je afvragen hoe dat kan. Mensen hebben dan het laten afweten. Kennelijk willen ze of niet met de president samenwerken, of niet deel of onderdeel zijn van die rommel op het gebied van het beleid van de regering. En nu hoor je. Inderdaad, wat namen. Nou, ik lig er niet wakker van tot dat Kotaki Ushitapa Paleis tak wan man snap dappe of wan vrouw snap dappe. Sataki, ik wil en ik kan en ik wil. Ja. Maar Ragubarsing kan een goede speler zijn, toch of niet? Nou, ik weet niet op grond waarvan ik dat zou moeten zeggen. Ik denk dat. Trouwde naam binnen de samenleving. Nou, we hebben een aantal vertrouwde namen gezien, toch? En wat hebben ze ervan gemaakt? Toch, op verschillende ministeries zijn er zogenaamd vertrouwde namen. Maar wat is het beleid? Wat is het beleid op LVV? Wat is het beleid nu op het directoraat sport en jeugdzaken? Wat is het beleid op het gebied van onderwijs? Wat is het beleid all over? Ik bedoel, namen, dat wat? Je moet één. Je houden aan de plannen die je hebt gezet en je moet geld en middelen natuurlijk daarvoor zien te vinden. En je hebt een stukje demanding power. Voel man dien, wat dat kan samenleven, want niet alles gaat lukken. Want het, zeg, het is niet makkelijk om alles te doen wat je wil, maar je moet dat anders maken. Dus een naam zeg maar weinig. We kennen de naam Ragubarsing, zelf heb ik mijn eigen ervaring met hem, want hij is de persoon geweest die allerlei frommes en leugens over mij begon te vertellen, maar dat is zijn zaak. Maar als minister, ja, LVV een keer, plus een keer, en nu wordt zijn naam genoemd Financiën. Voordeel van de twijfel, maar meer twijfel, omdat het niet is bewezen dat de regering de menens voor losappies vraagstuk. Dus ik denk dat de president nu meer met de vicepresident op zijn maag zit. En dan met dat ik gewoon graag haar in een loon toe. Dan zich nu bezig te houden met de minister van Financiën en zijn kabinet. Want als hij dit niet goed aanpakt, weet ik niet of hij het eind van het jaar gaat zien. Ja, inderdaad. Want je praat over de president zit met de VP in zijn maag. Maar er worden ook, of ik hoor tenminste ook geluiden dat NDP voert gesprekken zogenaamd naar bepaalde politieke partijen. Heeft de Matakita Papoja, meneer Bronte heeft het zo gezegd. Melvin, naar permisser, boro. Ik voer gesprekken. Maar kijk, in de politiek kan alles, Melvin. Je lafu, maar mis safaya doen van de politicus en reageert op bepaalde sani. If she wa alo, then my one go. Voeren jullie gesprekken met Bronte bijvoorbeeld? Nee. Dus I give love, omdat die me lezing. Ik kan me herinneren bij de mooie Juro in een netti. Dus ik was al bijna slaperig. Dus direct mijn wiki en mijn lafo. Omdat
Het is, je ziet dus het zijn dat je dan vraagt, ja, van waar komt dat? Want natuurlijk, wow, maar ik vroeg eerst een soort boven aan mijn takkie. Is het Melvin boven of is het een andere boven? Of is dat Matra boven in politiek? Maar goed, het bleek om Melvin te gaan en dat ben ik. En omdat ik dat plotseling constateren moest ik laten, had ik geen enkel gesprek met, deze niet minister Bronto, maar Kotaki, de secretaris, is hij nog van de PL heb gehad op dat niveau. Nee, absoluut niet. Over is het niet mijn plaats in politicus, wat ik wel heb als persoon. En dat denk ik is een goed karakter in de politiek. Ik praat met iedereen, maar als ik dat doe en een common ground kan vinden, dan ideeën kan uitwisselen en over bepaalde dingen kan praten, dat over het land gaat, dan nee, doe een boezem niet. Er moet geen en er behoort geen vijandigheid te zijn, ja, binnen de politiek. Ook al heeft meneer Bronto dat ook bewezen en gedaan tijdens de verkiezing. Maar ik denk dat hij zelf tot de ontdekking is gekomen dat de aanval op bovenop niet slaat. Omdat het is niet meer cultuur, dat is de oude politiek. We hebben dat ook gezien bij andere collega's. Dus met dat gewoon naar alles. Maar dus het kan zijn dat ik met hem een gesprek heb van, hey, hoe doe je dit aan traf als je weet ik veel wat al meer. Ik weet niet als hij daar aanstoot aan heeft genomen. Maar nee, ik heb geen enkel formele gesprekken, dan wel informeel politieke gesprekken gehad over een eventuele samenwerking met de PL. En ik zou me afvragen, PL op grond waarvan? Want sana Lenaar Abob. Sana politieke power, sana politieke... Ja, Lenaar Abob. Dan praat ik toch met Abob. Als het daarop zou moeten neerkomen, als dat mijn plek was en mijn plaats om te onderhandelen over een samenwerking, ga ik toch niet praten. Hè? Dan praat ik toch met Abab bij wijze van praten. Dus er is geen logica en geen politiek, hoe noem je dat, geen politieke logica daarin. Nee, ik heb daar niet over gesproken. Ik weet van collega Parmisser ook. Als het er moet aankomen, dan zijn er personen van de NDP die dat zullen doen. En wanneer het moment daar is, dan zie je wat uit de bus komt. Ja. Maar een eventuele samenwerking met de VAP bijvoorbeeld, in Wasanko Bos, wat hier is dat op het veld, hoor. Dan kan de NDP horen kunnen naar VAP, of horen kunnen naar ABOP, Boerja VAP. Ziet de NDP iets daarin? Of ziet Melvin iets daarin? Dat is een betere vraag. Ik denk niet en ik heb niet het gevoel dat de NDP erop gericht is om enige samenwerking met een partij nu op dit moment. We focussen Tapu Serifi en we focussen gewoon aan verkiezing. Om in elk geval wat de afgelopen verkiezingen van 25 mei 2020, om dat met die samenleving goed te maken. En voet de kracht in een power kom bakken. Om contact vanuit een betere positie bij te dragen aan het land. Dat is het gevoel dat onze focus is. Integendeel denk ik van, als zij met elkaar overhoop zitten, laten ze het oplossen als buurman en buurvrouw vechten. Mik de mij ook over les. Oké, buurman om klap buurvrouw. En de man om stormen in mijn sribi, want dat wel. Maar wie kijkt tegen de man dat ik de rust. Dus heeft de mij fit zo vaak dat het veel te veel invloed heeft op mijn werk als parlementariër en ons werk als partij, verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor het bestuur van het land, dan ga je ons wel horen. En het ligt al op die grens. Want ja, je ziet ook nog een akkoord en het draait gewoon om de mijn aan de servie. Dus dan ga je ons horen, maar je moet niet verwachten dat ik wat schaakbord de wel en wat toezet ik play wel, maar het zal wel uitwezen. In feite als schaak naar P, in feite de pionnen die. Dat zou de toekomst uitwezen. Ja. Want toen mij hoorde ook over vervroegde verkiezingen. Hè? If we noemen de regering te val, we hebben een kiesregeling samen regelen. Ja. En natuurlijk dat nee, waka. Nee. De president heeft aangegeven dat, ik geloof nou, eind 2023 de maar ook eens was aan voor een commissie die er bezig kan. De. Weet je, en daar heb je geen tijd meer om zaken te regelen, denk ik zo, naar de verkiezingen. Want er moeten heel wat zaken geregeld worden. Maar los daarvan, even een vervoerde verkiezing moest komen. Ah, nou maar kom, want dat kiesregeling, nou zit die. Wat, hoe kijkt u tegenaan? Laat me op de eerste plaats zeggen, ik heb een voornemen om dat voor mezelf
goed te bestuderen. Omdat ik weiger te geloven dat het besluit van Constitutioneel Hof ons in een dergelijke impasse heeft gezet en geplaatst. En in een bepaald vacuüm. Het kan nooit de bedoeling zijn van de wet. En dat kan nooit de bedoeling zijn van de uitspraak van welke rechter, van welk hof, in deze constitutioneel hof dan ook. En recht is niet alleen maar wat er staat op papier. Recht is ook een stukje filosofie. Je moet ook daarover redeneren. Ja. Nooit aan kan de bedoeling, Taki, wat uitspraak voor vivis, maar zoals Dondape, zou volgens wet moest kaderen, ze heeft constitutioneel hof. Kan Mikita qua herverkiezing, if a wet no kinky na DNA, no mango door. Ja. Dus dat is if mi aba meerderheid in DNA. Dan moet ik dat wet niet konto. Dan met dan tanga 2030, met dan tanga 2040, 2040. Want dan komen die niet uit. Ja. Dat kan nooit de bedoeling zijn. En daarom zeg ik, laten we die discussie goed voeren en eerlijk voeren. Om tot die conclusie te komen. En als dat zo is, of zo zou blijken te zijn, dan zal ik wel opstaan en zeggen, oké, dan moet er een andere juridische actie daar tegenover komen, om dat enigszins te stuiten, want dat kan niet de bedoeling zijn. 1, 2. Desondanks moeten we wel komen, snel komen tot de herziening van het kiesstelsel. Mm-hmm. Dat staat vast. Daarom heb ik in die huishoudelijke vergadering eerder afgelopen week gezegd van, Lukono, we hebben hier op agenda die hele kwestie van de Maasnimbaga. Gayadin is zo'n wet ingediend, collega Gayadin, over terugroeping van leden van DNA. Maar dat is eigenlijk een wet bedoeld voor Belfort. Ik denk als het over Belfort is of niet, ook dat laat ik in het midden. Maar je gaat niet praten over terugroeping van leden dat pakjesstelsel deed. Dus begin dat op tafel te brengen, dan kunnen we daarna. Nee, dus die volgorde van je klopt niet. Dus dat is al een signaal dat we hebben gegeven. We hebben het recentelijk weer gevraagd. Antwoord van de leden van het parlement. Ja, kijken juristen daarna. Maar wat verkiezing moest gaan door? Wat het ook is, een verkiezing moest gaan door. En die verkiezing gaat door. Als het nou vervroegd is of niet. Je zou je afvragen op welk moment vervoer, want we gaan dan naar 2023. Je hebt minstens een jaar nodig om een verkiezing te houden. Dus dan zullen we al volgende week of volgende maand moeten zeggen, nee, die verkiezingen zijn vervoer. Dan kan het nog in 2024. Anders, dat zien we wel hoe dat loopt. Maar al bij al, als het nou vervroeg is of niet, het volk bepaalt. En if a volk het tantiri, hoewel met dat tantiri aan het doen altijd, want het volk wordt heel ernstig geïntimideerd. Leden van vakbonden worden ernstig geïntimideerd. Sommigen worden gepaaid met allerlei functies. We kijken naar het kabinet van de president. We kijken naar het kabinet van de vicepresident. Hoeveel vakbondsleiders niet daar lopen. We hebben ook die hele kwestie van BVL als. Dus je moet niet verwachten dat die bonden op gaan komen. En de anderen die opkomen worden ernstig geïntimideerd. We hebben die hele kwestie van Hellings en Jentel gezien. Toen. Die mannen hebben gewoon in hun gezicht een ontslag aangesmeerd gekregen. In feite, nou maar net dat dat nou. Nou maar net denk je van de mijn ja, van de mijn dringen. Je begrijpt ze met dat toch? Ook die bandfase is stil. Dus mensen, het lijkt alsof mensen gewoon lam zijn geslagen. Ook DNA-leden en politici worden ernstig geïntimideerd. Isabito, je kiest wel op berichten. Dat, ja, look, moet hem op drugs doen. Hem op vrouw doen. Hem op doet dit doen. Hem op doet dat. Allerlei intimidaties. Ook in het parlement word je voor alles uitgemaakt. En gedingen. En recentelijk de man in DNA. De man gewinnen een laptop mee ook toe. Gewoon hard op, vanuit mijn plek in DNA. Waar je zoiets afvraagt van oké. Nee, natuurlijk niet. Omdat kennelijk er veel meer achter schuilt. Toch, maar ze kunnen doen wat ze denken te doen. Mijn informatie en mijn verstand is niet in een laptop. Is in mijn hoofd. Dus dan gaan we iedereen maar normaal gooien. Maar al die dingen zijn tekenen van intimidatie. En politieke rancune. En je moet je voorstellen dat je daarbij wel heb dat het lijkt alsof het volk niet wakker is en niet op wil komen, maar brief me tantiri aan het doen. Je moet verwachten dat als dit zo door blijft gaan, zal het niet van boven afhangen, of zal het niet van de NDP afhangen, of zal het niet van Hoogaard, of CLO, of Salons, of wie dan ook afhangen, of Naskoto, of Sang, of volksschrift ook kom op en oh sorry, dat tangaja en nomoren varen, maar hebben de mensen met een beperking. Dus ja, vervroegde verkiezing hangt af van het volk en die samenleving. Dus
laten we kijken wat ze vinden. We hebben een verhoging gehad van zoveel aan benzine. Volgens mij van bij de in Frankrijk. Toen afgoos waren we bij de Franse Guyane, we bij de Guadeloupe, of bij de Trinidad permissie de sans ook toe. Afvallig bij Sekikba met één SRD. Zoveel. Afvallig bij Sekikba hier. Zien we dat? We kijken er naar, we praten er even over op Facebook. En dan is het afgelopen over dat orde van de dag. En het gaat niet van 15 of 16 mensen die er, want wij geven harde tegenstand bij misstanden van die regering. Maar er is meer nodig om die mannen wakker te zetten, anders gaan ze met ons blijven doen. Dus, zoals met Tangi, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Maar accepteer het ook niet langer, want het gaat alleen maar erger worden. Tot slot, wat geeft u mee? In elk geval dat we alvast beginnen te genieten van een beetje week. Hè? Want in alle die problemen zoals we zien in de gezondheidszorg en van met takje een kwestie voor brandstof naar energieprijs. Je had toen alle lezen, de prijs in de winkels. Dus ik vraag me zo hoe mensen uitkomen. Hè? Want kijk, je verdient tegenwoordig inderdaad niet meer dan een gemiddeld loner, zeg ik altijd. Want ook toe. De middenklasse Kotak en zo, die heeft het erg moeilijk en zwaar. Kijk naar de positie van de leerkrachten, de verpleegkundigen. Isabi, ja, nou, middenklasse moeten ze dat je kan sparen. Die voor vakantie ergens in binnen of buitenland. Of je kan bij jou wagen en zo. Laatst met dat gaan, maar die heeft me op Chiwagi. $3,000. $5,000 is al gauw. 150.000 SRD, 200.000 SRD van je of in een lening. Dus die middenklasse heeft het ook zwaar en moeilijk. Dus je vraagt je af hoe lieve mensen vanuit een bepaalde stand. Hoe sturen ze hun kinderen naar school? Power je dus maar dat, het is niet makkelijk. Pika, jippie, jippie. Niet altijd lukt dat. Die regering luistert, dat is het grootste probleem. Die regering, they don't care. De man put IMF Juno en they don't care. IMF tak lusa koers. Pot OMO, dat na nee. Voor de karing, Sanda Centrale Bank, de man pot OMO. De man, ze hebben alles op ons losgelaten. Zakken alle de subsidie. They don't care, gewoon hard, dwars door ons heen. En ik denk dat natuurlijk, ik zorg je om te ontmoedigen, want agerstak je ook survive wang. Ja. Maar kotai hori, laten we nu een beetje genieten van Wika, hoe moeilijk dat ook. Mm-hmm. Laten we genieten van de kerstperiode. Laten we vooral gebruik maken in deze periode voor mijn tik power naar kracht die te gaan blijven. Want trajari, ik kan schrijven, ik kan geen tap op een blaadje, wordt het alleen maar zwaarder en erger. Vanaf januari, februari verwacht je niet de beste tijd. Maar koop Paulus review. Je ziet dat je niet kan rekenen op de huidige coalitie, niet op de president, niet op de VP. De mensen om je heen die hebben het waarschijnlijk wel redelijk goed. Want in mijn feesten gewoon tappaleis en zo, dat soort gekke dingen moet je ook nog meemaken. Maar wij zullen voor een goed deel op onszelf moeten bouwen en elkaar moeten ondersteunen. Dus laten we dat doen. En laten we voor deze periode redelijk goede tijd tegemoet gaan. Maar Paulus review, krachtig. En wie is kritisch? Kom op. Get up, laat je stem horen, niet alleen op Facebook een keer, maar laat je ook zien en horen. En wezen dat dit is onacceptabel. Dit is niet wat Suriname en Surinamers verdienen. Snap je toch? Ja. Dus dat is mijn woord. En in DNA zal ik natuurlijk er alles aan doen, mijn uiterste best doen, om te vertolken wat die samenleving vindt, wat jullie vinden, wat jullie vragen. Ja. Ik hoop dat de regering luistert, want vaak doen ze dat ook niet. Maar ik zal wel daar een stem zijn en behoorlijk tegenstand bieden bij misstanden. En ondersteuning geven bij zaken die goed zijn voor het land. Oké, dankjewel. Jammer. Yes, Melvin Bouffa, met wie wij gesproken hebben over de actuele politieke situatie in het land. En hij heeft zijn mening natuurlijk geuit hier bij DTV. Blijf te kijken, we moeten snel naar een andere locatie. Dankjewel voor het willen kijken. Mijn naam is Roberto Omskerk, ik ben Gerald Harderwijk. Tot zo.